Dankzij jullie steun hebben wij in de afgelopen tijd enorm veel successen kunnen bereiken. De boodschap van Denk over rechtvaardigheid, over gelijkwaardigheid, over onderlinge solidariteit en over de bestrijding van de dubbele maat landt bij steeds meer mensen. Veel van jullie hebben aangegeven iets te willen doen voor Denk. Jullie zijn lid geworden. Jullie hebben je aangemeld als vrijwilliger. Wij willen jullie daarvoor enorm bedanken. Dit is het begin van iets unieks. Dit is het begin van iets nieuws. Dit is het begin van iets wat de komende jaren alleen maar nog groter zal worden. En zelfs de grootste criticasters beseffen het nu. De poortwachters van de gevestigde politieke orde, namelijk de politieke partijen hier in Den Haag. En de mainstream media sturen hun lokazen op ons af om ons te verdelen, om ons tegen elkaar op te zetten en om over ons te heersen. Nou, je ziet nu, kijk, de essentie van het conflict waarmee Toenahan en Selçuk uit de fractie stapten was eigenlijk precies wat er nu gebeurt. Wij waren bezorgd over de invloed van een aantal Turkse religieuze organisaties. Zij pretendeerden juist een heel ander soort politiek te bedrijven. Wat je ziet is toch dat een politiek is van toch tweedeling creëren. Twee collega's die zich er niet voor schamen om andere collega's op basis van etniciteit en ook zelfs religie, als het ware apart te zetten. Maar als je zaagt aan de stoelpoten van de gevestigde politieke orde, dan komen mensen op je af. En ik heb hier tijdens de opening van ons partijbureau in Rotterdam, heb ik daar aandacht voor gevraagd. Kijk even mee. Maar wees er ook bewust van, beste mensen, dat de poortwachters van de gevestigde politieke partijen en van de gevestigde politieke orde er alles aan zullen doen om ons te beschimpen. Daar waren ze al mee bezig en dat zullen ze het komende jaar alleen maar intensiveren. Ik zou vooral zeggen, trap niet in die val. Blijf geloven in die mooie toekomst. De toekomst van ons allemaal. Maar hoezeer ze het ook proberen, het zal ze niet lukken. Zolang wij ons niet laten verdelen, zolang wij elkaar blijven vasthouden, dan mogen ze proberen totdat ze erbij neervallen. Het zal ze niet lukken. Ik zal een paar voorbeelden geven van de afgelopen week. Afgelopen dinsdag, een artikel in de Telegraaf. Denk is wars van de Nederlandse bril. En dan wordt er heel veel, in Telegraaf-terminologie, wordt er modder gegooid. En dan komen drie Kamerleden aan het woord. SP-Kamerlid Sadet Karabulut, PvdA-Kamerlid Kıklık Yücel en PvdA-Kamerlid Yasemin Cegerek. Wat hebben deze drie Kamerleden met elkaar gemeen? Nee, niet een Turkse achtergrond. Ze hebben gemeen dat zij door hun politieke partij worden ingezet als lokaas om ons te beschimpen. Dan hebben we de Volkskrant van afgelopen woensdag. Daar zegt PvdA-lokaas Ahmed Marcouch dat onze betogen doordrenkt zijn van het idee dat Nederland de vijand is. En er staat vervolgens in de Kamer vallen Kuzu en Öztürk nu al op met een confronterende en volgens sommigen intimiderende stijl. Op het moment dat wij dus de waarheid laten weten en wij opkomen voor het geluid van mensen die zich niet gehoord voelen in de Nederlandse politiek, dan ben je opeens bedreigend en intimiderend bezig. Dat klopt, want elke zetel die er afgaat bij de gevestigde politieke partijen komt erbij bij Denk. En dat is natuurlijk een gevaar voor deze lokazen en de gevestigde politieke partijen. Een laatste voorbeeld. In het AD van afgelopen woensdag komt Erik-Jan Zürger, een professor, een hoogleraar op de Universiteit van Leiden aan het woord. En hij heeft het dan over dat Turkse Nederlanders in sociaal-economisch opzicht wel geïntegreerd zouden zijn, maar qua gedachtegoed zijn ze dat helemaal niet. Nou, blijkbaar kan meneer Erik-Jan Zürger de gedachten van Turkse Nederlanders lezen. Zolang wij elkaar blijven vasthouden en ons niet tegen elkaar laten opzetten, dan zullen jullie zien dat de aanvallen op ons heftiger en heviger zullen worden. De actualiteit van afgelopen week en de berichten die over ons verschenen hebben alleen maar aangetoond dat wij op de goede weg zijn. En zolang wij ons niet laten leiden door de verdeel- en heerstrategie van de gevestigde politieke orde en de poortwachters van die gevestigde politieke orde, dan kunnen ze ons helemaal niets maken. Daarom doe ik een beroep op jullie.
Blijf elkaar stevig vasthouden. Laat je niet verdelen en laat je niet tegen elkaar opzetten. En tegen al die mensen die denken dat de verdeel- en heerstrategie bij DENK werkt, zou ik voor de psychologische gemoedstoestand willen adviseren om alvast aan ons te wennen. Want dat is ook wel de slogan van DENK. Wen er maar aan.